Ik heb zo'n drukke dag vandaag. Ik moet meneer Kippie nog eten geven. Ik moet nog eten zoeken. Oh nee, waar zijn alle seeds die ik bij me had? Oké, die zijn daar. Gelukkig maar. Daar heb ik er eentje van nodig. Oké, daar gaan we dan. Goedemorgen. Middag, meneer Kippie. Alsjeblieft, die is speciaal voor jou. Hopelijk vind je dat lekker. Dat moet vast wel, toch? Ik word hier wakker in mijn Minecraft huisje. En zoals ik zei, is het dus een drukke dag vandaag. Ik heb namelijk hout nodig voor kisten. Alleen heb ik dus nog geen tools. En tools krijgen is best wel moeilijk aan het begin van je survival. En wat ik ook nodig heb, is super veel eten. Ik wil het liefst geen bomen hakken in de buurt van mijn huis. Want ik vind de bomen hier gewoon echt super mooi. En de natuur. En ik hou er echt van. Dus wat ik ga doen is, ik ga deze bomen hier een stukje verder op ergens omhakken. En ik zie hier ook al wat dieren rondlopen die we zometeen misschien wel kunnen killen in ruil voor wat eten. Want ja, het is een blijf Minecraft survival. Ik moet wel op een manier aan eten komen, oké? Het is gewoon lastig soms. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Waar wacht je dan op? Klik nu op de abonneerknop hier beneden. Oh, een boom hakken duurt zo lang met je vuist. Hoezo doet hij het nog opnieuw ook? Het eerste wat ik ga doen nu is tools maken. Oh, jeetje. Ik ga het varken proberen te killen met mijn vuist. Oh, dankjewel. Daar had ik net trek in. Oh, ik hou van appels. Sorry, varken. Ik heb eten nodig. Oh, kom hier, varkentje. Ah, voilà. Oké, dat ging nog best wel goed eigenlijk. Ook moet ik wat eten zien te fixen voor meneer Kippie. Meneer Kippie houdt namelijk superveel van seed. Dus daar neem ik er ook een stuk of vier wil ik er eigenlijk van hebben. En ik heb het bijna, maar die laatste is moeilijk om te krijgen. Hallo. Mag ik een seed van jou? Ja, dankjewel. En dan hebben we dat nu tenminste. We hebben hout, we hebben seeds en we hebben eten. Wat super handig is. Wat ik hier dan mee kan doen is, ik kan het allemaal in de crafting table doen. Daar maak ik wat meer hout mee. Hier doe ik denk ik vier planken in. Dan ga ik dit een klein beetje smelten. Of nou ja, smelten. Ik ga het koken. En wat ik hiermee wil doen is, hiermee wil ik een mooie kist maken. Die had ik namelijk nog niet en die kan mooi erop staan. En daar kan mijn hout weer in en natuurlijk alle seeds. Oh, dit is zo lekker. Cooked pork chop. Ik had daar echt zin in. Oh, dan is het nu tijd om even lekker in de tuin te zitten. Ik ben zo blij met mijn nieuwe tuin. Setje, dat is niet normaal. Hallo, meneer Kippie. Kippie, zit daar ook? Ik vind het echt super apart. De hele tijd zit er namelijk in deze nieuwe survival. Een rare meneer. Die zich de hele tijd zit te verstoppen. Zal ik hem aanspreken? Vragen wat hij hier doet? Ik ga het proberen. Meneer, hallo. Mag ik u wat... Hey, waarom ben je weg? Hé, hey, kom eens hier. Hallo, meneer, meneer, meneer. Ik wil u wat vragen. Hé, hey, hallo. Oh, kom eens hier. Oh, waarom zit u mij de hele tijd te bespioneren? Hé, hey, wacht op mij, wacht op mij. Waar is die een? Oh, nee, 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 nee. Ik kan hem nu echt niet kwijtraken. Wat is dit? Hij rent gewoon weg. Waar ben ik nou weer beland? Er staat hier een bordje. Maar wat staat erop? Oenemeloensdorpje, Meloenstad. Ga weg. Dit is dus Meloenstad. Waarom staat erbij ga weg? Als ik hier binnen wil komen, dan mag ik hier toch gewoon binnenkomen. Het ziet er hier een beetje verlaten uit of zo, lijkt het wel. Ik weet niet echt wat dit voor stad is. Ik heb nog nooit zo'n stad gezien. Of nou ja, zo'n village. Hallo? De bel doet het nog wel, maar waar zijn alle villagers? Normaal als je in een village komt, dan zijn er geen spinnenwebben en dan is het niet zo mossig. En er staat hier wel nog een pet en een kist met heel wat appeltjes die ik graag meeneem. Daar staan ook allemaal meloenen. En hier staat weer een of ander verlaten huis. Dit is allemaal zo gek. Waarom is alles hier zo verlaten? En waarom liep die meneer hier naartoe? Wacht eens even. Die meneer leek echt verdacht veel op een meloen. Is dat dan niet Oenemeloen? En is dit dan zijn stad, Meloenstad? Degene die mij de hele tijd zit te bespioneren heeft zijn eigen stad. En vlak naast die van mij. Is dat waarom die mij zat te bespioneren? Ik weet het niet. Dit huis is trouwens ook echt mega en gemaakt van meloenen. Zou dit dan zijn huis zijn? Oké. Ik denk het wel. Er staat namelijk letterlijk op Oenemeloen 1, 2, 3. Hier staat het woord deurbel. Klikken je dan maar, denk ik. Oké, dat klinkt niet al te best. Volgens mij was dat niet de bedoeling. Heb ik nu iets geactiveerd of zo? Ik weet het niet zo zeker. Het kan ook zomaar zo zijn dat hij niet thuis is. Je weet maar nooit. Laten we op een later punt terugkomen. Meneer Kippie gaat zo daarop kijken of vertel ik hem dit allemaal. Meneer Kippie, je wil niet weten wat ik vandaag allemaal heb meegemaakt. Hier moet je even goed voor zitten. Oh, ik kan niet slapen. Ik blijf er de hele tijd maar over nadenken. Wat
is dat dorpje en wie is die man? Ik denk dat we er gewoon een kijkje bij moeten nemen. Laten we er wel voor zorgen dat ik iets van bescherming heb. Misschien een zwaardje, je weet maar nooit. En laten we ook gewoon mijn blauwe schild meenemen. Gewoon voor de zekerheid, oké? Oeh, en ik wil nog wat eten voordat ik ga. Ik heb nog helemaal niet goed avond gegeten. Zo, dat is beter. Daar gaan we dan. Oh nee, er is daar een Enderman. Oké, die moeten we goed zien te ontwijken. Oh, en wat hoor ik? Oh, dat is een bijenkorf. Oké, ik wil ook zeker niet geprikt worden door een van die bijen. Ik zie wel weer allemaal van die verlaten huisjes hier zo. Het is letterlijk om de hoek van mijn huis. Had ik dit nooit kunnen zien toen ik dit huis had gekocht. Oké, daar gaan we dan. Oeh, een meloenstorpje. Oké, hier moeten we naar beneden zien te klimmen. Ik ben benieuwd of die deze keer wel thuis is. Oeh, dit ziet er zo eng uit allemaal. Het licht brandt wel binnen. Het zou toch betekenen dat die... Uh-oh. Oké, daar is een skeleton. Maar dat zou toch betekenen dat hij thuis moet zijn, lijkt mij. Wat doet hij hier? Oké, dat is misschien een van de enige villagers die nog over is. Het lijkt wel alsof hij vast zit. Hij is alleen veranderd in een zombie. Kunnen we door de ramen kijken? Wacht, ik zie hem volgens mij. Wacht eens even. Oké, laten we een blokje meenemen. Ik neem er 2 mee. Volgens mij ligt hij daar letterlijk te slapen. Klopt dat nou? Wacht eens even. Ja, dat is hem. Hij ligt daar letterlijk te slapen in zijn bed. Hij woont er dus wel. Oké, dat is duidelijk. Maar waarom komt hij... Oh nee, kijk, al die zombies... Oké, dit moeten we eerst stilletjes oplossen. Meneer de zombie, ik ben bezig ergens mee, oké? Laat me met rust. Dankjewel. Oh, en er komt er nog één, er komt er nog één, er komt er nog één. Oké, die pakken we ook aan, die pakken we ook aan. Hier komen stomme zombie dat je bent. Ja, voor de rest hoop ik dat ze me met rust laten. Deze deur zit sowieso dicht. Hoe ga ik hier ooit binnenkomen? Er is hier ook een hele achtertuin en een heel meloenenfarm. Wacht eens even, kan ik hier er doorheen? Nee, dat gaat nooit passen. Is er een andere ingang? Ik weet het niet. Hier kan ik ook nooit onderdoor. Wacht eens even, hier kan ik wel... Misschien als ik een beetje buk. Oh, ik heb ook honger. Kan ik hier een appeltje eten? Oké, ik heb het wel gedaan. Ben ik nou weer beland? Is dit de achtertuin van die rare meneer? Oh nee, wat doe ik hier nou? En wat is dat? Is dit nou een grafsteen? In niemands achtertuin? Wat staat er ook bij? Rip, koemeloede koe. Oh nee, hier ligt gewoon een dode koe. Allemaal meloenen. Wacht eens even. De deur staat open. De achterdeur staat open. Hij is de achterdeur vergeten dicht te doen. Betekent dit dat ik hier gewoon naar binnen kan? Ik denk het wel. Maar wat is dit dan allemaal? Ik zie hier allemaal deuren. Dat is de voordeur. Die staat sowieso op slot. Zie ik gelijk. Waar gaat deze deur naartoe? Daar helemaal niks. Dat vind ik apart. Wat is dit ook? Een meloenenfarm midden in je huis? Dat is ook super apart. Waar zal deze deur naartoe gaan? Laten we kijken. Hij lag daar te slapen. Oké, daar moeten we niet zomaar naar binnen gaan. En waar gaat deze deur naartoe? Ik heb geen idee. Laten we een kijkje nemen. Hallo? Dit lijkt wel een soort geheime kelder. Waarom is dit zo mega groot? Waarom zit hier een put? En waarom zit hier een gevangenis? Hier staan ook allemaal meloenen. Allemaal spinnenwebben. Maar waarom heeft Oenemeloen hier een gevangenis? Ik snap er helemaal...